Voor de allereerste keer tegenover elkaar Jong Utrecht en ADO Den Haag. Voor aanvang de nummers 15 en 6 van de keukenkampioendivisie. ADO kende een uitstekende maand november. Alle vier de wedstrijden die het speelde werden gewonnen. Waaronder ook tegen Dordrecht, de meest recente. En hier is Verheid, die in al die vier de wedstrijden wist te scoren. En hier dichtbij de 1-0 voor ADO is. Kleine 5 minuten gespeeld. Een harde kopbal tegengehouden door doelman Fabian de Keizer van Jong Utrecht. Dat dan weer 5 wedstrijden op rij niet heeft weten te winnen. En 4 van de 5 verloor. Hier gaat Kisna. Geeft een voorzet en die verdwijnt dan in eigen doel via Ciulacci. Nog steeds vroeg in de wedstrijd. En een gelukje voor ADO. Dat Ciulacci die bal hier slecht schampt. Het is nat, het is glad. En die bal eindigt dus in het eigen doel. Jong Utrecht heeft een programma met heel veel sterke tegenstanders. Heel veel ploegen uit de top van het klassement. En hier is Verheid dichtbij. Die beweert dat hij uit balans wordt gebracht door zijn tegenstander. Maar scheidsrechter Clay Ruperti vindt het niet voldoende voor een strafschop. Jong Utrecht speelde tegen Eindhoven, tegen NAC, Volendam, Excelsior en nu dus tegen ADO. En de ploeg van Kalasic heeft het moeilijk in het eerste kwartier. Het is eenrichtingsverkeer. Hier Kisna geeft de bal mee aan Sami Bouraar. Dan komt hij terug bij Kisna en weer via een Utrechtsbeen gaat die bal in het doel. Nu is het een eigen goal van Ikeshita. En zo zit het ADO mee en Utrecht een beetje tegen in het eerste kwartier. Hierna volgen voor ADO trouwens nog 3 thuiswedstrijden. Tegen Jong AZ, tegen Gemert in de beker en tegen NAC. Als Kisna de bal controleert, maar hem niet helemaal lekker raakt. Scoorde wel in die wedstrijd tegen Dordrecht Kisna. Eerste doelpunt sinds 2015. En 10 minuten voor rust zien we dan eindelijk wat van Jong Utrecht. Schot van buiten de 16 is niet onaardig. Van Davy van den Berg van Jong Utrecht. Dat in de laatste 10 wedstrijden alleen van Top Os wist te winnen. Dat was op 22 oktober. Dit is vroeg in de tweede helft als het weer misgaat bij Jong Utrecht. Nu zit de Keizer mis. Miscommunicatie met zijn verdediging. En wie anders dan Thomas Verheid profiteert. Ja, hij baalt. Schat deze bal misschien niet helemaal lekker in. Verheid is er eerder bij. Dat is nummer 12 voor Thomas Verheid. En de 5e wedstrijd op rij waarin hij scoort. Dan is wel duidelijk dat de overwinning er gaat komen voor ADO. Dit is Kemper. Dat is een uitstekende voorzet. En die wordt ook keurig afgemaakt door Amar Ćatić. Inmiddels ingevallen voor Kisna. Maar zeker mogen ook de credits naar Boy Kemper. Voor die bijna perfecte voorzet. Duel op het middenveld. Overtreding van Verheid, dan wordt de vrije trap snel genomen door Jong Utrecht. Het mag van scheidsrechter Ruperti en Malahi maakt het af. En maakt er 1-4 van, dan gaan ze bij Jong Utrecht toch nog maar snel die bal halen. Wie weet wat er nog in zit. Maar nog 3 keer scoren, dat lijkt wat veel gevraagd. Misschien nog 1 keer. Vrije trap op het hoofd van Ruben Kluivert, maar die kopt hem in de handen van Koopmans. Ook in december weet ADO te winnen.